Good morning! Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ben Marilisa en ik ga weer jullie meenemen heel de week wat er allemaal gaat gebeuren in mijn leven als... Ja. Ik ben een heleboel. Dus dat vind ik altijd leuk om te laten zien. Dus vandaar de weekvlogs. Zoals gezegd, het is vandaag maandag. Ik ga zo naar mijn werk. Ik heb mij aangekleed. Ik heb mezelf sort of decent gemaakt. Mijn lunchje staat klaar. Ik heb natuurlijk al ontbeten. Sla met... gehaktballetjes, komkommer en een beetje frietsaus, want dat vind ik toch wel de lekkerste salade die er is. Ik heb een appel mee, mandarijntjes en een flesje water. Er staat een was klaar die gaat draaien. En dan klaar is het rond een uur of drie en ik ben om 3:30 thuis. Dat is echt lekker. En er zat in mijn planning om vandaag. Ik denk dat die lakens in de schuur liggen. Joost mag weten waarom, maar ik kwam straks daar tegen. Maar er zijn van die vliesdekbed overtrekken. Voor de winter, die wil ik toch weer om gaan doen. En ik wil gaan sinds vier lup. En ik wil alvast de Sinterklaas weer opzoeken. Want ik wil eigenlijk een beetje versieren voordat de kinderen terugkomen woensdag. Dus natuurlijk ook maar maandag. Maar plannen het. Dus dat is een beetje wat voor vandaag het idee is. Moet sowieso werken tot 3:00. En dan ben ik waarschijnlijk weer degene die de camera pikt. Dan de komende 2 dagen moet je nog naar mijn gezicht alleen kijken. Sorry. Zo, het is dinsdagmorgen. Ik heb gisteravond niet heel veel gefilmd. Ik ben een beetje heel erg introvert nu. Ik heb wel de bedden verschoond van ons. En die heb ik veranderd naar het winterthema. Dus met vlies en zo. Met hetjes is allemaal leuk. En ik heb dat van de kinderen hun vlies of hun winterdekbed even gewassen. En op dekbed overtrekken. En dat moet ik zo eventjes ophangen. En de Belastingdienst heeft gebeld. De Belastingdienstadviseur, of hoe zeg je dat? Ons accountant mannetje. Dat hij nog wat documenten nodig had voor 2018. En... verder waar ik naar mijn website. Ik ben overal stappen van Wix naar WordPress voor de blog. En dat loopt ook niet zo lekker. Maar Wix liep ook al niet lekker. Het is een beetje een learning curve. En voor de rest ben ik gewoon heel erg introvert voor mijn gevoel. Ik ben echt, ik zeg ook 3 woorden tegen Pascal. En, dus ik dacht, ik pak niet zo laat de camera op. En dat wil ik eventjes naar je uitleggen. I'm always running late. Ja, ik was vanochtend in mijn wekker om 7 uur. Ik was voor 8 uur niet mijn bed uit. Ik lag zo lekker. Ik was zo diep aan het slapen. In nuggets. Oh, dit is ook niet goed. Dang it, then what am I gonna eat? Dus anyhow, ik ben echt nu weg. Ik wil mijn eten nog pakken. This is not working. Like at all. Working. Wat ben ik aan het eten? Oké, anyhow. Ik heb gisteren ook niet zo heel erg veel gefilmd, want ik was echt weer all over the flipping place. Na mijn werk ben ik naar de Groenlijn geweest, want Boris had geen trainingssnacks meer. En die moet ik vanavond trainen. Ik neem 3 boterhammen mee. En daarna dacht ik van, oh ja, de kinderen mochten hun schoen zetten morgen. Dan moet ik ook wat voor hebben. En let me tell you. Nu naar een speelgoedwinkel gaan is echt slecht voor je fysieke gezondheid en voor je mentale gezondheid en voor alles. Er is echt overal lichtjes en toeters en bellen en alles staat op een ander plekje. Want ze moeten natuurlijk 1000 producten meer in de winkel kunnen poppen. Dus echt werkelijk. Hij valt zo overwhelmed. Ik was echt compleet, ja. Ik wist niet eens meer wat ik... ongeveer op het lijstje had om te halen. En ik ben echt wel 100 kilo de winkel weer gelopen. Toen kwam ik thuis en toen is mijn schoonzusje blijven eten. Die was onderweg en toen die pitstop gemaakt. En daarna hebben we nog een aflevering van What If gekeken en dat was het. Dus, ja, ik denk dat vandaag ook iets minder, niet veel minder stressvol gaat worden. Aangezien ik nu al aan de late kant ben. Deze nu ook gelijk leeg. Yep. Dus, Boris is in ieder geval naar buiten geweest. Ik ben buiten geweest. Dus, kindjes mogen vandaag weer terugkomen naar huis. Zo zeg, maar dat betekent ook dat we vanavond dus weer hockey hebben. Dus ja. Zoals heb ik vanavond ook Boris training. En ik ben heel erg aan het twijfelen of ik zelf ga of dat Pascal nog een keer gaat. Want volgende week maandag, ja, heeft hij, moet hij aftrainen. Heeft hij examen en eigenlijk moet hij bij mij examen gaan doen. Oh, maar of dat ook werkelijk waar het gaat worden. Ik neem deze wel even mee, denk ik.
Ik neem alles mee. Ken mee. Denk mee. Appel. Appel. Oh no. One more thing. Oh, toetje. Vind je nog goed? 20ste. Ja, dus. Oeh. Dus zeg maar tot vandaag, zeg maar. Oké. Okay. Ik moet ook een lepeltje van meenemen. Dat is zo gaan. Oké, okay, tas inpakken. Ik heb wel de macaroni eruit gehaald voor vanavond. Dus die staat met je ontdooien. Worden ze in zijn bandje. Nou, heel snel door. Go. Kijk eens wie er terug is. Wie is er terug? Je broer die is de tekening aan het zoeken, want ze mogen vanavond een schoentje zetten. Dus ze hebben tekeningen uitgeprint. En die gaan ze even knuffelen. Ik wil allemaal tekeningen laten zien, deze. Ja, maar de logo komt ze zo brengen, schatje. Er zijn er alvast twee. Die. Drie. Of two. Voor de loeken. Nu maken we. Oké, anyhow. Dit is de gele zooi die we hebben nu achtergelaten, inclusief twee schooltassen. Ik ga dus wel kijken. Die ook nog uitgepakt moet worden. Dus als ik dat even ga doen, dan ga ik de macaroni klaarmaken. En dan denk ik dat mijn video van vanavond niet bij gaat zijn. Want in je terugkom van hockey had hij al geüpload moeten zijn. En ik kreeg het niet van elkaar om aan het internet te binnen. Dus ik kon niet de juiste muziek eronder hangen die ik wilde. Of überhaupt muziek eronder hangen. Dus dat is een beetje jammer. Dus dan komt hij vanavond laat, denk ik. Want ik denk dat ik op een gegeven moment in de woordstelling moet. Bye! Boris! Lopen ziet de klierenmieren. Kinderen zijn we terug te voortgaan natuurlijk klierenmieren. En anyway, we gaan even opruimen en dan gaan we er wat van maken vandaag. Pepernootjes, kruidnootjes.
Oh. Oh ja, goed zo. Wat is het, Logan? Ja. Oh. Oh, eens kijken. Zo van Sinterklaas. Ik ben blij dat ik Dat is voor mama. Oh ja, die mag gebruiken. Wat blij is dat ik geen poepkamer heb voor mama Pietje. Oh, wat is dat? Een poepje. Het potje voor de pop. Oh, dat is handig. Chocolade. Daar ben jij een beetje blij mee. Ja. Dankjewel, Tita Kla. En wat dat Brukje, wat zeg jij dan? Brukje? Ja. Wat zeg je dan als je blij bent met je cadeautje? Oh, hij heeft niet helemaal broodje gegeten. Nee? Nee. Laat me eens kijken dan. Oh, hij heeft zijn korstjes laten liggen. En zijn drinken, is hij dat wel op? Ja. Ja? Munten. Zullen we dan... Paardbord. Nee, het zijn chocolademunten toch? Maar ik heb geen munt. Nee, dat kan niet. Er zullen vast ook muntjes bij jou gelegen hebben. 3 voor Puk. Wil je nou de grootste voor jezelf bewaren? Dat kan toch niet? Moet toch eerlijk verdelen? Doe alle kruidnoten maar in het roze bakje. Nee, het is nog nat. Dit is ook niet. Oh, dan leggen we even al het eten op tafel en de cadeautjes. En dan gaan we de papiertjes even weggooien. Jullie zijn weer verwend. Zo, kindje weer naar school. Ik heb een soort van magen. Ik had eigenlijk volgens mij gisteravond gewassen moeten worden. Ik ben nog dwars, dacht ik. Ik zijn helemaal blij met zijn Sinterklaas kreukjes. Ik heb echt nog wel weer een mop. Ik kon gisteravond al het bonnetje niet meer vinden. Yeah. Gelukkig had ik het uitlopen anders dat hij het überhaupt een beetje kon lezen. Dus ja. Oh, dat is voor mama om te zien als het kapot gaat of hoe je ermee om moet gaan. Want ja, het is natuurlijk wel een speelgoed waarmee je gesteld kan zijn. Okay. Dus nou, ik sta nu bij de Lidl. Ga even de weekboodschappen halen. En dan gaan we lekker naar huis. Ik moet nog steeds voor Sinterklaas versieren. Ik moet steeds mijn administratie richting de boekhouder doen. En dat soort dingetjes. Die ik eigenlijk allemaal wil doen voordat de kinderen terugkomen. Dus we hebben een beetje, maar niet zozeer tijdstuk, maar hoe meer ik gedaan kan krijgen vanochtend, hoe beter. Zo, de keuken is weer opgeruimd, boodschap is opgeruimd. Ik heb zelfs mijn voorraadkast een beetje op orde gemaakt. Toen dacht ik, weet je wat ik ook echt wel eens even moet gaan doen? Sinterklaasversiering. En dan kan je denken, dat klinkt niet als iets wat boven op je doellijstje hoort te staan. Jawel, het hoort bij mij thuis wel. Dus ik heb alles uit de bak verzameld. Want er bleek echt veel meer dingen te hebben. Waaronder een heleboel bakjes en bordjes. Dan heb ik hem al een paar naar beneden gehaald. En dan ga ik met de fruit uit de bak. Dus dan kan ik leuk Instagram-worthy foto's en zo maken. Een heleboel van dit soort hangertjes. Als je niet spijkers en pinetjes in je huis wil doen. Maar wel je slingers wil kunnen ophangen. Deze zijn echt een uitvinding. Ik zal ze hieronder wel linken. Het is de rest van alle rotzooi die ik nu opgehangen. Want hartstikke leuk. Kinderen vinden dat leuk. Ja, versiering. We hebben een raamsticker met welkom Sinterklaasje. Ik had deze, die hebben jullie in de Action Shop blog gezien. Sinterklaas vlaggetjes, Sinterklaas pompons. En ik heb nog, deze is van Mary Mary, volgens mij. De welkom Sinterklaas en Zwarte Piet. Of Sinterklaas en Piet. Dus die ga ik ook ergens ophangen. Ik weet nog niet zo goed waar. Ik denk zoveel mogelijk maar in de blauwe kamer. Aangezien de kinderen daar spelen en daar waarschijnlijk ook pakjes avond op plaatsvinden. Ik zal zien. Weet je wat ik nou echt het allerergste vind aan het doen of het degene zijn die verantwoordelijk is voor de boodschappen? Het is niet het boodschappenlijstje maken. Het is niet het weekmenu bedenken van wat gaan we nu weer eten. Het is ook zelfs niet de tijd vinden om de boodschappen te gaan doen. Het is de boodschappen opruimen. En natuurlijk heb ik het natuurlijk weer gefilmd, het boodschappenblogje. Hier zit mijn iCard. Waar zit mijn iCard? Ik vergeet altijd waar de iCard komen. Anywho, mocht je dat nog niet zien hebben, die is vorige week dus online gekomen. Maar dan nog, zelfs als ik het niet zag filmen, je moet het allemaal, weet je, dan heb je het allemaal in je kar gedaan. Dan heb je het allemaal op de band gelegd. Dan van de band heb je het allemaal weer in je
tasjes gepropt. En dan heb je je tasje naar binnen gesleept. Dan moet je al die tasjes uit gaan klauwen en alles weer wegzetten. Dat is het ergste aan boodschappen doen, vind ik. Wat vind je het ergste aan boodschappen doen? Ik ben wel benieuwd naar. Want volgens mij kan het niet de enige zijn die zoveel issues heeft met boodschappen. Visa. Kijk eens, Logan heeft aan de zijkant al opgetekend hier zo. Zullen we er een blij gezichtje van maken? Want we gaan hem lekker schoonmaken. Ja, ik ga jullie een blij gezichtje maken. Doe maar. Een vierkant. Blij, hè? Oh, dit is niet blij. Haartjes erbij. Dat is dan wat leuk, hè? Dat mama dat heeft. Zullen we zeggen dat... Oh, goed zo. Krulletje. Zo, hé. Hier. Nee, joh. Nu gaan we lekker schoonmaken. Oké, ik wil dat doen. Hier heb je van mama een muntje. In de bovenste moet hij, ja? Ga je optillen. Deze? Ja. Oké. Dan gaan we beginnen met het inschuiven. Wordt het wel een grote pan? Een pan. Ja, verwacht je het goed. En heel goed te doen. Ja. Een heel mini pepernootje. Die heb ik nog maar bij. Voilà. En als je hem hebt gerold, wat doe je dan? Nou. Een klein beetje passen. Keurig meisje. Wat zijn jullie nou aan het doen? Hoor eens nadoen. Deze. En dan doe je bijvoorbeeld zo stukjes snijden. Zo, kijk. En dan doe je hem zo. En dan doe je nog een keer zo. Kijk, hier bloed. Ja, dat hoort erbij. Kijk, en dan kan je zo. Ja, natuurlijk. Zie je het, Logan? Ja. Zo, kleine blokjes moeten het ongeveer worden. Zie je dat? Leg het hier naar neer als voorbeeldje. Zo. Dat is ook lekker bezig. Keurig. Ja, die kan... Ja. Ik heb al een paar. En die pot moet er natuurlijk in. Er zit geen bos in. Nee. Ja, dat je moet nog een keer de helft erover. Die is niet zo groot. Het was gewoon voor dat voor die. De nog. Kijk die al lopen? Ik denk dat ik daar ooit nog iets een keer heb gehoord, maar. Nu al. En het met de poes. Nee, de poes is in de boot. Ik ben Sip. Ah. Hoi, welkom bij deze vrijdagmorgen, 10:30. Ik heb de eieren al gehaald, dus hou ik bij de appie. Toen bleek ik nog vast met mijn hoofd te hebben. Ik loop ook een rep te eten met hummus. Super lekker.
Maar ik dacht, ik zal even vertellen dat mijn moeder zo komt. Die komt weer de hele dag lekker met ons chillen. Dus ook eten koken voor vanavond, dat was helemaal fijn. Kindjes zijn naar school. Aangezegd redelijk opgeruimd. Ik ben de vlog van, de boodschappenhal van afgelopen vrijdag aan het editen. Zo, ik heb ontzettend veel van mijn rug. Ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien heb ik te veel heen en weer getost in mijn bed. Want ze waren dus vannacht bezig met de bieten ophalen. En ik denk, je kan het wel zien bij de buren. Wacht even. Kijk, daar zo. Ben je dus continu vrachtwagens af en aan. En werden de bieten dus in de vrachtwagen gegooid. Dat maakt echt een herrie alsof er ergens onweer is. En dat hoorde ik iedere keer. En daar ben ik in de wacht van. Gelukkig hebben de rest van het huis heeft gewoon lekker geslapen. Heeft er geen last van gehad. Dus gelukkig zijn ze wel weg. Nu is het dan van de vanavond lekker slapen. Waar is Boris nou? Boris! Wat doe jij? Ja. Ja, zo nog maak je balletjes voor in de soep, Fleur? Nee. Oh. Wil je ze niet wat groter maken dan? Nee. Dan bof je weer dat Freek weer de wilde wereld op gaat staan. De A is voor Alex, B is voor Babette. Sinterklaas geeft ons het alfabet. C, D, E, F, G is voor Georgette. De pietjes maken chocopret tot en met de Z. Nu is het tijd voor het chocoladeletterfeest. Want Sinterklaas is jarig en bij ons langs geweest. Sinterklaasje chocoladeletterfeest. Nu is het tijd voor het chocoladeletterfeest. Want Sinterklaas is jarig en bij ons langs geweest. Melk puur wit, maar jij van houdt het allermeest. Op Sinterklaasje chocoladeletterfeest. Oh, jullie hebben wel een flinke buit gemaakt, zeg. Ja. Nou. Waar is mijn... Waar is mijn belastingdienst op jullie brengen na deze mooie dagen? Oh. Oh nee hoor, neem maar lekker zelf, meisje. Oh, ik heb de meeste! Sinterklaas is al heel ver weg. Oh, ja! Nee. Jullie zijn straks in Sinterklaas erbij. Kom op! Natuurlijk vandaag. Zaterdag. Ik heb niet meer echt zoveel gefilmd. Ja, ik heb wel veel gefilmd, maar niet gevlogd. Gisterochtend alleen. En nou, ik eigenlijk mijn moeder wegging. Ik weet niet wat ik heb gefilmd gisteren. Maar vandaag was het echt in alle vroege hockey en voetbal. En nou, ze zijn allebei volgens mij ingemaakt. Dat is jammer. En we zijn naar de Sinterklaas intocht geweest bij ons op het dorp. En naar de party afterwards. Dus kinderen zijn helemaal volgepropt met kruidnoten en ze hebben nog chocolade gekregen. Ze mogen vanavond ook nog een schoen zetten, dus dat is helemaal party voor hem. Pascal is nu om aardappels, want wij gaan zelf gemaakte pietjes eten. Dus dat zijn we aan het doen. Bertie is boven aan het omkleden vanaf het pietenpakje. Fleur is volgens mij altijd eigenlijk. De jongens waren buiten.
En het is nu donker en dat vind ik geen fijn idee. Want hoewel ik echt wel geloof dat ze buiten op ons terrein blijven, kan ik ze nu dus helemaal niet meer zien. Dus ik hoop dat terwijl Pascal om de aardappels ging, dat hij de jongens heeft gespot en dat hij deze in de auto heeft meegenomen. Ja, ik zie ze niet meer. Maar goed, het was wel heel leuk, want ik weet niet hoeveel het man begint het eind op meegenomen. Maar Lomi vroeg van de week van, mam, waarom zingen we? Die zoekt dus krijgt lekker, die staat dus de roe. Wat is dan de roe? En die kon hem denken, ja, vroeger altijd Pieter van die takken toch? Ja, maar ik geloof niet dat ze dat nu nog hebben, volgens mij is Sinterklaas lang weer gemoderniseerd. Ja, maar dan zou ik het moeten opzoeken en dat had ik natuurlijk nog niet gedaan. En blijkbaar was de vraag nog wel heel hoog, want hij vroeg het net aan Sinterklaas. Sinterklaas, wat is dan precies de roe? En die zei precies hetzelfde, gelukkig. Oh, wauw, ik zie een hele mooie prinses! Wauw, kijk eens! Zie je dat? Je staartje is wel een beetje aan het afzakken. Je staartje moet uit. Moet je staartje uit? Doe maar. Zo. Ja. Oh, nog even haar komen. Ja, dat is misschien wel handig. En dat kan je bij ons zien. Doeg! Ik kom straks terug. Ja, ik wacht op jou. Hallo? Wauw. Look how pretty. Met een Minnie Mouse en mooie glittertjes. Ik kan ook heel veel handen doen. Leuk de handstand? Ik kan heel... Oh, je kan hinkelen. Wauw. Ben ik zwart als roet, meen het wel. En nu zie je... Mama, ik kom voor zin. Gipkop, yes, komen uit Spanje weer aan. Haar lijkt ons in Nicolaas. Ik zie hem al. Wat maakt ze misschien ineens een lawaai? Het is gewoon een steen. Ik vraag geloof, zaten er stenen in je jaszak? Oh ja, we waren stenen aan het verzamelen. Ik weet niet hoeveel stenen erin zitten, maar... Jeepe piepers. Dat is wel een flinke steen ook. Eens kijken. Dus niet handig, hè? Nee. Bijna mijn wasmachine is stuk. Dan moet je alle kleertjes in bad wassen. Maar er een stuk meer. Why? 6 stenen. We zouden er altijd helemaal wassen zien naar de galerie. Ik weet niet.